En de 10.000ste vaccinatie in Suriname wordt morgen tussen 9 en 10 uur 's morgens toegediend tijdens de volgende grootste vaccinatieronde in KKF. Volgens minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft het bereiken van deze mijlpaal te maken met de inzet van veel mensen die de afgelopen weken kosten nog moeite hebben gespaard om dit vaccinatieprogramma op te starten en uit te voeren. Aan personen die nog gevaccineerd willen worden, wordt gevraagd de berichtgeving te blijven volgen en nog even geduld te hebben. Iedereen komt aan de beurt, garandeert Ramadine. Als wij de COVID-19 dashboard bekijken, zijn er bij de laatste update gisteravond 7 nieuwe gevallen bijgekomen uit een totaal van 211 afgenomen testen. Er liggen 3 personen op de intensieve zorg, 12 personen zijn in ziekenhuizen en 21 personen zijn in isolatie. In totaal zijn er meer dan 9000 personen positief getest, waarvan meer dan 8500 personen genezen zijn. En jammer genoeg zijn 176 personen overleden.